Ik overhandig hem nu de hamer van Sint-Eloy met de reliquie. En Danny, wat is de juiste betekenis van die zegening? Dank u wel, Paul. Inderdaad, het is traditie om begin december altijd, in de periode van de feestdag van Sint Eligius, die heilige, de paarden, mensen ook, ruiters, mensen en dieren te zegenen. Het is zo dat dat niet... Dat komt uit de traditie van de edelsmeden, die de smidsen, de mensen die werkten aan de paarden enzovoort, dat deze hun materiaal lieten zegenen. En vooral ook de heilige Eligius was werkzaam bij een edelsmid. Dat komt uit het begin van onze jaartellingen, de heilige Eligius. En deze werd dus aanbeden.